Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 24 juni. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik zit hier met twee poesjes. Ik heb hier een muis voor me zitten. En achter me is een kijkertje. Die zien jullie al. Hé, muis. Zit je lekker bij de deur? Ik heb de deur al open. Ik heb het raam open. Het is wel zo dat straks de zon gaat draaien. Dus eigenlijk het raam dicht moet. Omdat de warmte dan naar binnen komt. Maar het is wel leuk, hè? Bij de open deuren en ramen. Vind je dat leuk, muis? Ben je lekker aan het genieten? Jij vindt het ook leuk, hè? Mickey zit denk ik boven. Ik moet zo even jouw ogen schoonmaken. De waterkoker doet het gelukkig weer. Ik weet niet wat er maandag mee aan de hand was, maar ik maakte gisteren een puppenzoek en dat ging eigenlijk goed. Dat was heel fijn. Ik heb wat nieuwe make-up getest, onder andere een nieuwe lipstick en een nieuwe concealer. Daar komt volgende week een review van online. Mijn haar zit niet helemaal jovel, maar ik heb een soort van knotje gemaakt. Zodat het niet echt in mijn gezicht hangt. Maar ik heb niet echt een hele goede stiek. Dus ik heb nu gewoon echt een rommelstiek eromheen zitten. Maar voor nu vind ik het dikke prima. Gisteravond heb ik gekeken naar, was dinsdag, Beter Laat Dan Nooit. En daarna was er niet zoveel. Dus toen ben ik aan de vlog gaan werken. Dus die is ook wel af. Dat is wel lekker. Ik heb hier nagels even bijgewerkt die er niet meer uitzagen. Alleen het vervelende is, kijk, ik ben mijn nagel gisteren verloren. Ik heb met deze hand een paar jaar geleden een ongelukje gehad. Als je me al heel lang volgt, dan staan er waarschijnlijk nog video's online dat ik gefilmd heb dat ik in het verband zat. Maar ik ben toen tussen de deur gekomen en toen had ik dus twee breukjes in mijn nagelbed en ook twee nagelslagen eraf. En dat was deze en deze. Dus deze twee, zeg maar. En ik merk toch dat die nagels, ze zijn weer helemaal teruggegroeid. Want die nagels zijn er afgegaan, toen kreeg ik gewoon nieuwe nagels terug. Dat was heel fijn. Ik merk wel dat deze wat minder stevig zijn. Zij scheurt gelijk best wel ver in. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dat deed best wel zeer. Het voelde ook niet zo fijn. Dus ik hoop gewoon dat die snel weer gaat groeien. Vond ik een beetje jammer, maar ik kan er niet zo heel veel meer aan doen. Je ziet ook hier echt zo'n dingetje. Kijk, hij is hier nog wat langer. Maar ik durf het niet te ver weg te veilen, omdat het best wel pijnlijk was. Ik heb wel Cosy Curl gekeken en Rex en de foto's bewerkt. Dus dat was eigenlijk mijn avond. Ik ga nu zo meteen de woonkamer doen. Ik zal eens even kijken hoeveel graden is het nu. Ik heb een beetje buikpijn. Ik weet niet waar het van komt of het van de warmte komt. Ik heb echt geen idee. Op dit moment is het 29 graden. Morgen wordt het ook 29 graden. En vrijdag wordt de warmste dag, dan is het 31. Maar daarna komt het alweer wat meer af, staat hier. Vind ik niet zo heel erg. Ja, ik ben zelf gewoon niet zo. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik ben zelf gewoon meer een herfstmens. Winter, ik vind het gezelliger. Weet je, de zomers die zijn in Nederland sinds een paar jaar zo gigantisch warm. Dat je bijna geen verkoeling kunt krijgen. Ja, tenzij je een mooie tuin hebt waar je een zwembad neer kan zetten. Anders wordt het wel lastig. Kijk, en normaal in de niet-coronatijd zou je ook naar een zwembad kunnen gaan. Maar dat kan nu ook wel, maar je mag alleen maar baantjes trekken. En ja, ik ga zelf toch nooit zwemmen. Ik heb hier eens meer zwemkleding. We hadden toevallig zaterdag nog over. Ik zei, nee, het zit me allemaal te groot. Ik heb niet eens meer passende zwemkleding. Dus nu ook, ik zit er echt een beetje, ik zit in een oranje hemdje. Mocht je afvragen, heb je iets in je hoofd met oranje? Nee, maar ik heb gewoon niet zoveel zomerkleding, merk ik. En wat ik heb, dat zit allemaal best wel te groot. Omdat ik in de afgelopen jaren gewoon best wel flink vermagerd ben. Dat ik gewoon, niet dat ik daarvoor dik was hoor. Ik bedoel, dat niet. Maar toen had ik een, ja, was ik gewoon ietsjes voller. En ja, ik merk gewoon dat ik toen had ik heel veel, van maat had ik vaak een elletje. En dat zat nog best wel een beetje ruim, maar het was gewoon lekker. En nu zit ik op S. En dat is natuurlijk best wel veel geslonken, waardoor ik nu dus vaak best wel te grote kleding aan heb. En ik me daar minder prettig bij voel. Maar goed. Het leuke is wel dat ik nu 3 jaar vlog. En dat ik het nog steeds volhoud. En ik dacht, ja, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Maar ik vind het nog steeds leuk. Toen ik ooit begon met vloggen, dacht ik, ik ga het gewoon eens aankijken. En ik vind het nog steeds super leuk. Ik heb er nog steeds heel veel plezier in. Dus dat is natuurlijk het goede teken. In mijn ooghoek zie ik wat op de muur zitten waar ik zo even naar wil kijken. Want ik weet niet wat het is. Ik ga nu de woonkamer doen. Dan ga ik jullie bijzetten. En dan zijn we daar in ieder geval weer klaar. Nee, dat zou ook wel prettig zijn. Dus ik ga een muziekje aanzetten. En dan ga ik maar eens even de woonkamer schoonmaken. Trouwens wel een extra ventilator daar staan. Die maakt ontiegelijk veel lawaai.
Het is een heel oudje. Ik zou eigenlijk geen nieuwe moeten kopen. Want deze krijg je ook bijna niet meer schoon. De voorklep is eraf. Maar hij geeft veel meer koude wind dan mijn kolomventilator. Dus ik weet niet hoe dat kan. Maar er zit wel degelijk verschil in. Goed, nu ga ik het schoonmaken. Een schoon huis verder en ik heb even mijn vinger afgeplakt. Oh, hij is los. Wacht even hoor. Want ik heb heel erg last van eczeem en ik heb daar crème voor, maar die is zo vet dat je het overal heen smeert. En dat is nu natuurlijk extra nu je heel veel je handen wast. Nou was ik sowieso wel iemand die heel veel zijn handen wast, haar handen waste. Maar ja, nu je het gewoon nog extra doet, merk ik wel dat het gewoon heel erg jeukt. En ik krab er regelmatig aan, dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Maar het is gewoon ja, vervelend, want je hebt van die droge plek. Ik heb het ook maar op één vinger. Dat is raar, alleen op deze. Dus dan doe ik er eventjes, nu heb ik Mickey, je hebt tijdje, hou op. Nu heb ik er eventjes een, opgedaan, een keukenrolletje. Het beste zou zijn om een handschoentje aan te trekken, maar die heb ik niet. En ja, het beste zou nog zijn 's nachts, maar dat vind ik niet zo prettig, want je smeert het echt overal heen. Ik ga hier nog eventjes denk ik even knutselen, maar daar ga ik jullie verder niet bij zetten. Want ja, ik heb al weer genoeg gedaan met het schoonmaken, dus dat ga ik nog even doen. En dan, ja, voor de rest eigenlijk niet zoveel meer. Maar in ieder geval wel weer schoon huis. Wat schoon, wat lekker voelt dat je hier met je blote voeten over de vloer loopt. Dat je gewoon voelt dat je een hele schone vloer hebt. Ik moet niezen. Zo. Dus ja, dat is heel prettig. Ik nies normaal trouwens in mijn elleboog als ik het doe waar mensen bij zijn. Maar ik ben alleen. Dus nu nies ik gewoon van me af. Goed, ik ga dat even doen. Zo, katjes hebben net gegeten. Ik heb even hun bakjes opgeruimd. En ik ga zo even lekker relaxen, want ik ben het wel zat. Vanavond even de persconferentie kijken. Al verwacht ik niet heel veel spectaculairs meer, omdat de laatste tijd alle dingen die aangekondigd zouden gaan worden al eigenlijk een beetje uitgelekt zijn. Waardoor het eigenlijk ook niet echt interessant meer is. Dus waardoor je niet zoiets hebt van, oh ja, wat spectaculair. Dus ik kijk het wel, maar het meeste weet je dan al. Voor de rest kijk ik vanavond Steenrijk staat arm. Ik denk OB's even opnemen. Deel 3 daarna even kijken. Ik moet mijn artikel online zetten. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. En voor de rest gewoon kostspul en rex. Dus verder niet, niet spectaculair. Straks even eten. En dan gaan we eventjes hopen dat dit huis toch wat koeler wordt. Want hij hangt op 25,5 graden. Ik heb er heel erg last van mijn voeten met al dat eelt. Echt verschrikkelijk. Ik weet niet meer wat ik eraan kan doen. Ik blijf veilen tot ik een ons weeg, maar het helpt niet echt. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga even lekker relaxen. En verder toch niks meer spectaculairs. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 25 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb even een zelfbruinetje gebruikt. Want dit witte lijf, dat moest eventjes wat kleur krijgen. Ik kom natuurlijk heel weinig buiten. Ik zie weinig zon. En ik ben normaal ook zo wit als een bier, zoals ik het altijd zeg. Ik weet niet of het een officiële uitdrukking is, maar ik ken dit eigenlijk al van als ik klein was. Misschien komt het wel gewoon uit de buurt van waar ik ben opgegroeid. I don't know. Maar ik vond het even nodig. Dus ik heb mijn benen gedaan, ik heb alles gedaan. De deur bij dicht, want het is enorm aan het waaien.
Wat op zich helemaal niet verkeerd is. Kom maar even een tijdje. Ik kan de deur open. Ik ga zo even stofzuigen. Want mijn coach komt straks. Ik heb straks een appje gekregen van degene van de therapie of dat ik om 4 uur kom. Toen heb ik mijn coach geappt, maar daar heb ik nog niks over gehoord. Dus misschien dat we dan eerst boodschappen kunnen doen na de therapie. Volgens mij is het ook de laatste keer voor de vakantie, want dan gaat zij op vakantie. Even over dit kleurtje trouwens. Het is een, hier komt een filter overheen en vanavond met douchen. Dit moet je naar een pre-session moet je dit gewoon afdouchen. Na het douchen komt de kleur pas echt zichtbaar. Ik heb helaas wel hier een paar vlekjes, maar ja... Ik ben geen pro. Als je het echt perfect wil hebben, dan moet je naar een salon gaan waar ze je gewoon spray tannen. Maar goed, ik ben zelf ook niet perfect. Dus ach, weet je. Waarschijnlijk, misschien zie je het na het douchen wel niet eens meer. Dus laten we het hopen. Ja, en anders dan is het jammer dan. Gisteravond heb ik gekeken naar Steenwijkstraat, Arm en Obese. En ik heb Gossipul gekeken, ik heb Rex gekeken. De vlog is geüpload, die staat er al op. En nou, de foto's zijn... Nee, ik heb een artikel geschreven vanavond, dus weer foto's bewerken. Dus dat was mijn avond verder niet bijzonder. Ik ga nu eventjes de stofzuiger doorheen trekken en even een boodschaptas pakken. Ik moet ook hier eventjes verzamelen. Ik heb weer last van mijn voeten, want dat eelt, dat is drama. Er komt een heel naar geurtje naar binnen nu. Het ruikt een beetje naar verbrand iets. Je zou denken open haard, maar dat is het niet met dit weertype. Ik weet niet wat het wel is, maar het ruikt niet heel erg na. Maar goed, het is niet anders. Dus ik ga dat eventjes doen. Ik zal jullie vandaag nergens bijzetten, omdat ik vandaag niet veel doe wat voor de vlog of voor de camera kan. Maar ik zie jullie gewoon weer als ik weer alles heb gedaan. En ja, dan ga ik nu gewoon even mijn dingen doen. Dus ik zie jullie later. Zo, ik ben weer thuis. Al eventjes hoor, ik heb net een therapie sessie gehad. Dus ik zie nu even op de bank, zal jullie zo even de boodschappen laten zien. Ik heb gewoon even makkelijk gedaan met eten. Ik heb even zakjes gehaald zodat ik de vriezer een beetje kan indelen. Maar die moet ontdooid worden. Maar dat wil je nu ook niet doen met dit weer. Misschien van het weekend. En anders volgende week ergens denk ik. Want dan wordt het iets beter qua weer. Ik zal even pakken wat ik heb gehaald. Ik heb allereerst hier weer even toiletpapier. Dat vind ik gewoon altijd fijn om in huis te hebben. Dat het toch even meeslepen. Bij het kruidvat... Heb ik zo'n handdoek gehaald. Oh, er zit allemaal check aan. Dat is niet zo heel erg fijn. Volgens mij heeft die pot gelekt. Nee, die zit dicht. Dat snap ik niet. Ik had even een pot gehaald. Ja. Dus deze handdoek. Dit is zo'n handdoek die kun je om je lichaam slaan. Die ver, dat is eigenlijk een omslagdoek. Ik heb er al eentje, maar die zijn na het douchen wel eens fijn. Want die bedekken je hele lichaam. Ik heb weer twee van die haarhanddoekjes gehaald. Ik heb nu gewoon witte gedaan, twee. Wel heel leuk. Er zit een hele leuke knoop aan. Dat kan ik bij die andere wel even laten zien. Want ik had maar twee witte. Maar ik heb er dus nog eentje. Nog een witte. En er zit dus zo'n knoop aan. Dus die vond ik wel leuk. Dan heb ik eventjes een taartje gekocht voor mijn oma. Die moet ik volgende week op de bus doen. Die is volgende week jarig. En ik heb gewoon zo'n kaart gekocht met bloemen. Dat is altijd wel leuk. Daar heb ik ook al een postzegel bij gekocht. Dus die kan ik even rustig schrijven. En dan kan die volgende week op de bus. Dus die. Dan heb ik kattenvoer. Even de brokjes weer. Ik heb wel gekeken naar anderen, maar ik was er nog niet helemaal over uit. Ik heb even schnitzels gehaald voor zondag. Ik heb boontjes. Ik heb nu zulke zakken gedaan, want dat leek me iets handiger. Ik heb twee zakken. Die heb ik even morgen nog een keertje. Even alles een beetje neerzetten. Ik heb even verband gehaald. Ik heb aardappelschijfjes gehaald en ik heb dit keer het huismerk van de Plus genomen, want ze hadden de Avico niet. Dus ik dacht, nou dan maar even het Plus huismerk. We waren al een beetje aan de lage kant. Ik heb een shootje gehaald voor maandag. Een zak patat. Weer even die. Dan heb ik een pak chocomel. Ik heb even zakjes meegenomen. Want ik heb nu mijn frikandellen. Ik heb twee van die grote dozen van Bekkers. En ik moet eigenlijk... Ja, ik kan ze beter even per twee verpakken. Want ik eet er meestal twee. En dan is het gewoon even iets beter. Kom eens even uit de tas, vriend. Dan heb ik nog een hele leuke mat gekocht. Dat is deze. Het is deze mat met katjes erop.
Ik had natuurlijk mijn takkiemat. Maar mijn takkiemat die kan er nu niet meer liggen. In verband met de hoordeur. En nu heb ik die andere mat die in de gang lag. Die heb ik nu voor mijn keukendeur liggen. Dat kan ik wel even laten zien. Dat is deze. Dan kan ik nog kiezen welke ik waar neerleg. Maar dat is dus deze ook met die kat erop. Maar nu zag ik deze liggen bij de Lidl. En dan kan ik die voorbij de voordeur. Want deze mat kan dus wel mijn deur bij open. Dus dat is top. Ik heb voor straks heb ik eventjes theetjes gekocht. Hoeveel zijn het er eigenlijk? 4. Die ga ik straks lekker eten. Want ik dacht, ja, dat is gewoon even makkelijk, weet je wel. En ik heb even mondwater gehaald. Ze hadden helaas niet de roze. Ik heb normaal de roze, maar ik heb nu de groene. Want ze hadden alleen nog maar groen. Nou ja, die zal ook wel fijn zijn. En ik heb spinazie gekocht voor maandag. Deze was nu in de aanbieding. Die was nu maar €1 zo'n zak. Ik had het dan een tijdje niet op, dus dat is wel lekker. Ik heb verder nog alleen nog een pakje met spekjes. En ik heb nog een zakje met snoepjes. Dit zijn eigenlijk, deze komen van Brugge. Allee, we gaan op de Belgische toeren. En dit zijn van die, ze noemen ze smoedentrekkers. Dit zijn van die hele lekkere snoepjes. Die zijn heel eigenlijk, ja, er zit zo'n laagje omheen. Normaal zie je ze niet zo vaak, maar ik kwam ze nu tegen. Ik dacht, oh, dat lijkt me best wel lekker. Dus die heb ik ook even gekocht. En dat waren de boodschappen. Dus verder niet heel veel bijzonders, maar gewoon even, ja, lekker basic. Ik ga mijn boodschappen even opruimen. Dan ga ik straks even douchen. Ik moet nog even wachten, want dit spul moet nog even blijven zitten. Maar rond 5:15 kan ik wel even onder de douche stappen. Kan ik ondertussen even rustig mijn boodschappen opruimen. En dan vanavond kijk ik SBS6. Ik neem eventjes het perfecte plaatje op. En dan kijk ik Gestalkt en Meester Frank Visser. Ja, het zijn allemaal herhalingen. Maar ja, daar blijven we toch even in. Dus dat is niet zo heel belangrijk. En ja, dat is het eigenlijk. Ik kijk vanavond Gossip Girl en weer lekker klep. En ik ga even de foto's bewerken voor morgen. Dus dat is het. Misschien wat aan de video doen, maar dat denk ik dat ik dat gewoon morgen doe. Morgen is de slaapkamer dan de beurt met 31 graden. Yes. Maar goed, ik ga dit even opruimen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 26 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een hoop nieuwe make-up getest. Het zit er allemaal weer op. Ik ben wat laat vandaag. Ik heb namelijk even wat telefoontjes gedaan. Ik moest even bellen met de zorgverzekeraar. En ik moest even bellen met T-Mobile. Want met televisie kijken had ik niet meer zo'n schermpje onderin. Dus ik kon niet meer zien waar ik naar aan het kijken was. Dus als ik aan het zappen was, dan zag ik eerst zag ik een gewoon zwart balkje. En later zag ik helemaal niks meer. Was ook heel lastig met opnemen. Want normaal dan zap ik eventjes. Dan zap ik een beetje. Als ik bijvoorbeeld naar RTL 4 kijk en ik wil daar iets opnemen. Dan ga ik even mijn pijltje naar rechts. En dan zap ik even een beetje door de programma's heen die gepland staan. Druk ik op mijn rode knopje als ik het programma heb gevonden. En hij gaat opnemen. Nou, dat lukte niet meer. Het kon nog wel via de tv-gids. Maar ik merkte ook al met dingen. Als ik het maar terugkijken kon zo dan ook niet. Of een programma opnieuw opstarten. En wat ook niet. Waar ik ook een beetje last van had, als ik een opname wilde kijken, dan zag ik ook niet meer het knopje afspelen staan. Dus ik drukte op gevoel, drukte ik op oké. Hij ging wel afspelen, maar het was allemaal een beetje lastig. Ik heb ze gisteravond al geprobeerd te bellen. Toen was het te druk. Toen werd me aangeraden op een ander tijdstip terug te bellen. Dus ik dacht, nou, nu ga ik ze echt even bellen, want ik word er een beetje moe van. Ik hoop gewoon dat het goed geregeld kan worden. Nou, ik ben heel goed geholpen. Ik had een hele aardige man aan de lijn. En ik had het ook al een beetje Google opgezocht. En hun konden een hard reset uitvoeren. En ik dacht dat ze dat gewoon via hun systeem zouden doen. Maar dat moest ik zelf gewoon doen. Ook wel goed om te weten. Want nu weet ik precies wat ik moet doen de volgende keer. Mocht er weer problemen voorkomen. Hij zei ook 9 van de 10 keer werkt dit gewoon. Dus dat was top. Gisteravond heb ik Gestalkt gekeken en Meester Frank Visser. Nou ja, zoals ik eerder al zei, dat waren herhalingen. Maar goed, ja, was op zich prima. Ik heb even mijn foto's bewerkt. Ik heb Klem weer lekker gekeken en Gossip Girl. Dus ja, dat was gewoon mijn avond. Dikke prima. Ik had die cd'tjes. Ze waren best wel pittig. Ik heb ze bijna helemaal op. Ik kon 2 stukjes echt niet meer op, want toen zat ik vol. Nou, dat heb ik ook gewoon weggedaan. Maar ja, het was voor een keer wel lekker, maar het is niet dat ik zeg, oh, dit ga ik heel vaak eten. Ten eerste zijn ze best wel prijzig ook en dat vind ik voor een keertje helemaal niet erg. Want soms moet je jezelf ook verwennen, maar ja, ik denk toch dat het lekker is op een barbecue. Maar goed, dat was eigenlijk een beetje gisteren. Ik moest zelfs wel even de modem terugzetten. Ik ga zo de slaapkamer doen en het is 29 graden hier, geloof ik. Tenminste, dat was het straks. Ja, het, oh, 30 graden inmiddels. Ik verlang heel erg naar morgen. Dat
dat er een, er staat een donderwolkje bij. Ik moet zeggen dat zondag ineens de regen verdwenen is en maandag ook. Maar dan is het wel 21 en 20 graden. Dus dat vind ik op zich prima. Het gaat vanaf 2 uur vannacht regenen, staat er. Nou, dat zijn dus nog niet de buien waar ik op had gehoopt. Ik had gehoopt dat het einde van de dag zou gaan regenen. Dat dan de ramen nog lekker open stonden. Dat ik gewoon die warme lucht hier uit het huis zou kunnen krijgen. Want hoe warm is het nu hier? 27,5 graden. Ik zal jullie eens eventjes laten zien waar ik een beetje mee struggle. Ik zal jullie allereerst eventjes dat ding laten zien wat mijn vader op de programma bij heeft. Dat is even punt 1. Ik zal even mijn voordeur ook weer draaien. Volgens mij zit Mickey boven. Ik heb trouwens gewoon een jurkje aan. Gewoon omdat het kan. Hij zit me een beetje groot, maar hey, het is gewoon een Primark jurkje die ik al jaren heb. En die draag ik heel graag in de zomer. Goed. Het probleem. Allereerst deze hand. Super tof. Vind ik echt super leuk. Maar, als je hier kijkt, zie je hier allemaal insecten. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is op camera, maar ik heb hier een bom vol met insecten. Ik had ook motten. Ik ga snel de deur dicht doen voordat die insecten... Er zit er al één in huis. Die zit niet tussen de deur. Jammer joh. Zoals je al hebt kunnen zien, dit is overdekt. Het is daar super warm. En de insecten die gaan zich daar lekker ontpoppen tot... Ja, we kunnen hier wel lekker zitten. En ik ben een beetje aan het googelen geweest. Want ik wilde eigenlijk die insecten weg hebben. Ik wilde eigenlijk gewoon een huismiddeltje maken. Waardoor die insecten zouden verdwijnen. Want ik ben weer vergeten bij de Action om van dat insectenspray te halen. En voor de rest is het allemaal best wel duur. En ik dacht, nou ja, chips, weet je wel. Dus ik ben een beetje aan het googelen gegaan. Kwam ik niet helemaal uit, want de insectensprays die ze daar maken zijn met allemaal ingrediënten die ik 1 niet in huis heb en 2 ook heel erg gebruikt worden bij paardenstallen. Omdat daar natuurlijk ook veel vliegen komen en ja, het ook weer diervriendelijk moet zijn voor het paard. Dat werd hem niet, maar heb ik even gekeken. Ik weet nu dat Trekpleister die heeft het wel, insectenspray voor 3 euro. Ik denk dat ik dat daar even moet gaan kijken volgende week. Want ik moet echt even wat halen om die insecten weg te halen. Want zo kan ik ook niet het daar fris houden en leuk mijn dingetje neer gaan zetten. Dus dat is een beetje de struggle. Maar dat huismiddeltje werkt hem niet. Ik ga even wat drinken. Dan ga ik een stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik de slaapkamer doen. Want die is aan de beurt. Ik ga u erbij zetten. En dan gaan we zomaar eerst maar eens even wat doen. Want het, ik ben maar aan het praten en er komt nog niks uit mijn vinger. Zo, de slaapkamer is schoon. Ik heb net de groenten afgehaald. Helaas was mijn dekbed een beetje vies. Dus die zit nu in de wasmachine. Dus die kan ik vanavond pas het laken eromheen doen. Of de sloop eigenlijk. Oef. Overtrek. Kom lekker uit mijn woorden. Dus die ga ik nu weer. Die heb ik nu even in de wasmachine. Die is nu toch zo droog. Want het is hier hartstikke warm. Hoe heet is het in huis? De buitentemperatuur tikt nu 31 graden. En het is hier 28,5. Dus die is binnen een muur van tijd droog. Ik ben er wel klaar mee. Ik ben moe. Ik ben klaar met dit weer. Ik verlang echt naar de buien. Maar naast mij waarschijnlijk nog een heleboel andere mensen. Ik heb echt zin als het morgen wat minder warm wordt. Dus top. Vanavond, ik kijk even het perfecte plaatje terug.
Die had ik dan opgenomen. Maar ik kijk denk ik even een stukje van Wie Want More. Verder is er niet heel veel op televisie. Ik neem even flikken op. Moet ik even niet vergeten. En ja, het komt allemaal bij de dokter. Wel weer de laatste nieuwe aflevering. Want ze hebben maar 3 nieuwe afleveringen. Misschien ook wel gekomen door corona hoor. Dat ze het nu toch nog 3 nieuwe hebben kunnen uitzenden. Ik moet de video in elkaar zetten. Ik moet een blogpost schrijven. Ik kijk vanavond gewoon die Gossip Girl en Clem. Mijn eten staat klaar. Dus straks even lekker douchen. En dan vanavond de bank op. En dan hoop ik dat het hier gaat waaien. En dat dit hier wat koeler wordt. Maar voor nu ben ik er in ieder geval klaar mee. Ik ga jullie dan morgen zien. Die heb ik straks vandaag wat erop gaan halen. Want het ziet er niet echt mooi meer uit. En dan, ja. Dat is eigenlijk niet te doen hoor. Schoonmaken met deze temperatuur. Ik had het beter niet kunnen doen. Maar ja, dat principe heb ik nou eenmaal. Dus ik wou het per se doen. Maar ja, goed. Het is in ieder geval weer lekker klaar. Ik ga nu eventjes mijn voedselgehalte aanvullen. Want ik drink veel te weinig. Dat merk ik altijd. Ik ben gewoon iemand die niet zoveel drinkt. En met dit warme weer moet je juist meer drinken. Maar ik vergeet het. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ik ga nu eventjes lekker relaxen, want ik ben er klaar mee. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 27 juni. Ik ben klaargemaakt en het is afgekoeld. Want het is inmiddels... Ik heb de temperatuur nog niet gecheckt, maar... Het is 24 graden. Dat is even wat anders dan de 28 van de afgelopen dagen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb lekker alles al openstaan, zodat het een beetje kan doorwaaien. Ook in de slaapkamer, want daar was het ook een flinke sauna geworden. En je merkt gelijk dat de koele lucht je huis binnenkomt. En ik hoop dus dat dit mijn huis ook wel af gaat koelen, want het is hier 28 graden. Ik merkte ook aan de katten dat ze het heerlijk vinden dat het wat koeler is. En ik heb het al wel vaker gezegd, ik ben gewoon geen mens voor hele warme temperaturen. Je maakt mij echt niet blij met 30 graden. Nee. Ja, als je daar wel van houdt, is dat natuurlijk ook goed. Maar ik ben gewoon meer een herfstmens. Ik hou van de gezelligheid. En die mis ik in de zomer gewoon heel erg. Van op tijd je lampjes aan doen en dat soort dingen. Ja, en in de zomer is het vaak toch wel laat. Het scheelt wel weer in je stroom. Maar nee, ik ben er heel erg blij mee. Gisteravond heb ik even het perfecte plaatje gekeken. Daarna heb ik een stukje van Wie Want More gezien. Komt een man bij de dokter. En ik heb gewoon Gossip Girl gekeken en Clem. Was ook wederom weer super spannend. Ik heb verder niet echt meer wat gekeken. Ik heb wel eventjes mijn artikel online gezet. En de video in elkaar gezet. Dus dat was het ook eigenlijk wel. Vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik ga zo even stofzuigen. Ik wil even mijn boodschappen bovenop opruimen. En sowieso een beetje opruimen. En gewoon bullet journalen. Ik heb vandaag eigenlijk een vrij relaxte zaterdag. Vorige week was ik natuurlijk weg. Dus ik vind het dan nu ook wel weer lekker dat ik gewoon mijn eigen dingetjes kan doen. Maar verder eigenlijk niet heel erg spectaculair. Ik heb een... fixingspray gebruikt en die ruikt heel apart. Die komt uit die hemplijn van Essence. Hij heeft een apart geurtje, dus hij komt een beetje mijn neus binnen. Ik ruik ook een beetje mijn eigen geurtje gemengd. Dus dat is het. Ik heb wel mijn gele nagellak eraf gehaald. Nou, het is dus geen succes. Want zoals je kunt zien, zie je gewoon een hele gele aanslag op mijn nagels. Ik had hier gewoon een base coat onder. Maar er is toch een gele aanslag in mijn nagels gekomen. Ik heb het vaak ook wel met rood dat je het wat meer ziet. Misschien dat ik er nog een keer overheen moet gaan met een wattenschijfje met wat remover. Maar ik vind het geen succes. Als ik dan die gele aanslag zie, dan denk ik van ja, weet ik niet of ik het heel snel weer zou kiezen. Want het wordt wel lastig om hier dus weer een... Ja, mooi dekkend kleurtje overheen te gaan krijgen. Want volgens mij ga je dit doorheen blijven zien. Tenzij je een hele donkere kleur op het oog hebt. Maar ik had eigenlijk bedacht om een lichter kleurtje op te doen. Omdat ik nu best wel een heftige kleur op had. Daar ben ik wat minder blij mee. Maar wel zijn een aantal nagels wat korter. Helaas, want die waren weer wat slechter eraan toe. Nou ja, deze hadden jullie al gezien. Die hele lelijke. Maar ja, ik vind mijn nagels nu sowieso gewoon lelijk.
Ik ga even stofzuigen. Ik zal even de kattenbak een beetje uitscheppen. Kijk, ik heb een probleempje. Ik heb hier een velletje op mijn voet. Maar zoals je kan zien is die iets te ver gegaan. Dus hij heeft een beetje gebloed en dat doet nu gigantisch zeer. En dat voelt niet zo prettig, want dat doet zeer met lopen. Ik voel het sowieso als ik niet loop. Dus dat is even minder fijn. Maar goed. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik even wat dingen doen. En dan bij het billetje en dus ik jullie er wel bij. Ik ga toch even de ventilator aangooien, denk ik. Ik weet niet of dat heel veel zin heeft nu eigenlijk. Lastig. Ik moet eigenlijk nog een was draaien, maar dat doe ik gewoon morgen wel. Ik moet hem eigenlijk ook even leeg draaien, want ik heb heel veel haar er weer in zitten. En ik had dus dat dekbed gelassen wat echt als een in een mum van tijd droog was. Maar er zaten dus ook allemaal haren op. Ja, ik ga denk ik even de wasmachine leeg draaien en dan ga ik even stofzuigen en dan ga ik eerst even wat dingen opruimen. Daar was ik weer. Sorry voor dit slechte beeld. Maar de achtergrond van mijn telefoon is vol. En mijn camera is leeg. Dus ik vlog even met de iPad. Want ja, je moet wat. En het is gewoon even drama. Ik ben even lekker bezig geweest. Ik heb boven een begin gemaakt met opruimen. Is nog niet compleet gelukt. Het was te warm. Oh, het gaat onweren, jongens. Dat vinden de katten niet zo leuk. Ik heb een beginnetje gemaakt, dat was prima. Maar ik moet van de week daar gewoon even, als het wat afkomt, dus lekker even stofzuigen. Lekker eventjes dweilen en even alles afnemen. Dan is het ook wel weer, dan kan ik het verder met opruimen. Maar ik heb in ieder geval een strijk gedaan, dat heb je kunnen zien. Ik heb even kunnen journaled. Ik ben op zich best wel tevreden met wat ik heb gedaan. Ik heb toen een kortingscode voor thuis bezorgd. Dus ik ga straks lekker eten bestellen, heb ik wel zin in. Ik ga bij een nieuwe bestellen, dus ik ben wel benieuwd wat, wat het gaat wezen. Ik kijk vanavond Oh Wat Een Jaar en even Flikken Rotterdam. En gewoon Gossip Girl en Clem. En ik ga misschien nog wat aan de vlog doen. Dus dat wordt verder mijn avond niet bijzonder, maar gewoon lekker basic. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou beter zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 28 juni. Vandaag eigenlijk Normaal heb ik een rustige dag, maar ik ga zo even mijn vriezer ontdooien. Want dat is echt nodig. Dat ding zit vol met ijs. En die moet gewoon even ontdooid worden. Het zijn niet de leukste klusjes, maar ja, hij moet wel gebeuren. Voor de rest ga ik gewoon foto's maken. En ik wil even een maskertje opdoen, want die moet ik ook nog even testen. Want dan kan het artikel morgen online. Dus dat is eigenlijk de planning. Gisteravond heb ik heerlijk gegeten. Het viel me echt mee. Normaal duurt het altijd heel lang voordat hier eten bezorgd wordt. Ze waren er al voor de tijd die ik had gekozen. Het was ook nog goed warm.
Ik heb hier ook, zeg maar, in mijn woonplaats zijn er geen restaurants die bezorgmogelijkheden aanbieden. Dus ze komen altijd van wat verder weg. Maar het ging eigenlijk super goed. Ik had er ook een milkshake bij en zelfs die was nog ijskoud. Dat was echt heerlijk. Zo had ik eigenlijk een hele goedkope maaltijd door de kortingscode. En het was gewoon super lekker dat ik zelf even niet hoefde te maken. Dus dat was wel echt super lekker. Ik heb daarna eventjes mijn wasmachine, het bakje van de wasmiddel even helemaal schoongemaakt. Want dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, waarom weet ik niet. Maar die is ook weer helemaal fris. Ik had hem gisteren dus leeggedraaid met soda. En ik heb ook even het filter eruit gehad. Dat was nog een dingetje, want ik wist niet waar mijn filter zat. En mijn moeder zei, zij heeft gewoon aan de voorkant een klein klepje die open kan. Dat had ik wel eens gezien. Ik dacht, ja, ik heb dat niet. Dus ik ben gaan googelen. En toen zag ik dus dat de voorklep eraf kon. Ja. En op YouTube had ik even filmpje gekeken. Zag het er echt super simpel uit. Die man die schoof hem er zo af. Nou, dat kreeg ik natuurlijk niet voor elkaar. Dus gewoon een platte schroevendraaier ertussen gewipt. Eigenlijk gedaan. En toen wippen. En toen ging die open. Filter eruit gehad. Er komt heel veel water uit. Ik had het ook nog nooit gedaan. Maar het viel me eigenlijk reuze mee. Er kwam eigenlijk niet eens zo heel veel vliegschuit af. Ja, een beetje haar, maar het was echt heel weinig. Maar die is ook helemaal schoon. En dan kan ik nu mooi even de vriezer doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Oh Wat Een Jaar en de Flikker Rotterdam. Nog even Luizenmoeder, want het was erop. En ik heb een beetje aan de vlog gewerkt, nog niet superveel. En ik heb Gossip Girl gekeken en Clem, wat nu ook weer een heel spannend moment heeft. Maar daar kijk ik donderdag weer verder. Want vanavond heb ik gewoon weer relax. Dus dat was mijn avond. Dus verder gewoon lekker relaxed. Maar wel lekker. Ik ga nu maar even beginnen aan die vriezer. Zie ik onwijs tegenop altijd. Vind ik niet de leukste klusjes. Maar ja, dan is het ook maar weer klaar. En omdat het nu zo heerlijk aan het waaien is. Het is hier nu 25,5 graden. Dan vind ik het wel een goed idee om dat te gaan doen. Het waait hier weer door. De slaapkamer blijft de warmte nog wel heel erg hangen. Die wil nog niet echt afkoelen. Dus ik hoop dat die ook, daar staat het raam ook open, dat het daar ook een beetje gaat doorwaaien. Maar dat is wel een beetje lastiger. Misschien zou ik de douche moeten openzetten, want daar zit ook nog heel veel warmte. Die deur in mijn, na mijn, ik heb natuurlijk een deur voor de douche ook in mijn slaapkamer. Dus die zou op zich open kunnen. Misschien dat ik dat nog moet doen. Ik ga nu eerst eventjes de vriezer doen en ik zal je straks wel even laten zien waar ik foto's van ga maken. Maar zoals ik al zei, ik zal jullie verder nergens bij zitten vandaag, omdat zondag is eigenlijk altijd een beetje een saaie dag. En op zich wel gewoon een beetje, ja, chill, al wil ik nu wel wat dingen doen. Dus ik ga dat even doen. Zo, ik heb even een maskertje opgedaan. Ik zit nu even op de bank. Ik moet 2 tot 3 minuten intrekken. Ik doe hem even 5 minuten. Dan kan dat eraf en dan ja, heb ik een lekker maskertje op gehad. De vriezer is schoon. Misschien hoor je op de achtergrond wat gebrommen. Hij maakt nu een brommend geluid. Maar ik denk dat het komt omdat hij nu weer ja, helemaal moet. Ja, dat hij nu helemaal schoon is gemaakt. Dat hij weer eventjes helemaal tot zichzelf moet komen of zo. Ik weet het anders ook niet. Maar het was een klus. Maar het is wel klaar. Dat geeft een fijn gevoel. Ik heb ook echt heel veel weggegooid. Want zaten dingen in waarvan ik wist, ik ga ze toch niet meer eten. Dus dan kan ik het net zo goed weggooien. En soms lag er al best wel lang in. Dus dan dacht ik, nou weet je, gewoon weg. Dus dat is gewoon, ik heb nu echt een best wel lege vriezer. En dat voelt echt ook wel goed. Dus dat is gedaan. Ik ga nu even wachten tot ik mijn maskertje eraf mag wassen. En dan ga ik foto's maken. En dan zal ik jullie even laten zien wat ik ga fotograferen. Maar ik ga nu eerst even genieten van mijn masker. Voor de foto's heb ik uitgekozen een wenkbrauwpen van Essence. In deze kleur is de 03 Medium Brow. Ik heb een heel mooi oogschaduwpalet van Revolution in het Flawless Resurrection Ultra Eyeshadow Palet met 31 kleuren. Er zitten dit soort kleurtjes in. En ik heb een limited editie van Catrice. Dat is de Sungasm. En daar heb ik een Luminescent Bronzing van. Een body en face highlighter. En Luminescent Bronzer. En een Make-up Fixing Spray met een Summer Glow. En een Pore Refining Tinting Mousse.
Hier ga ik even foto's van maken. Ik heb even een lippenbalsem opgedaan. Het masker voelt wel heel, mijn huid voelt echt heel erg lekker zacht. Dat is wel even lekker. Dan ga ik dit nog even doen en dan ben ik er wel klaar mee. Dus dan zie ik jullie straks weer. Zo, de katjes hebben gegeten. Ik heb de fotospullen opgeruimd. Ik heb ook eventjes de foto's al geïmporteerd. En ik was net even met de vlog bezig om die een beetje verder in elkaar te zetten. Maar toen was het tijd voor de katten om te gaan eten. Al met al toch nog best wel een drukke dag gehad. Maar die vriezer, ik ga jullie hem gewoon even laten zien. Want ik ben echt zo blij hoe die er nu bij staat. Altijd heb ik hier wat ijsjes. Hier komen nou de frietjes en zo. Zoals je ziet had ik eigenlijk een aantal frietjes te halen. Dit is de snackla met frikandellen. En hier heb ik dan vlees in. Maar zoals je ziet is alles echt een stuk leeg. Omdat ik een heel veel dus heb weggegooid. En dat is echt fijn. Ik wil hem ook echt niet meer zo vol hebben. Maar hij kan nu gewoon weer makkelijk open. En ik kan nu gewoon de spullen er weer makkelijk in doen. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Straks lekker douchen en even eten. En vanavond kijk ik Holland tegen België. Ik kijk. Ja, daarnaast eigenlijk niet zoveel. Ik zag op België dat ze Flikker Maastricht uitzenden. Misschien zet ik dat er even op. En ik ga gewoon mijn foto's doen. Dus verder niet bijzonder. Vanavond kijk ik Gossip Girl en kijk ik weer Rex. Dus dat wordt verder mijn avond. Niet bijzonder, het is hier inmiddels 24 graden in huis. Dus dat is al een stuk aangenamer. Alleen de slaapkamer, die krijg ik niet cool. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen, want het blijft daar wel heel erg warm. Dus dat is nog een beetje lastig. Ik ga jullie in ieder geval morgen eens zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb ook een beetje hoofdpijn en best wel druk geweest. Dus nu gewoon even lekker rustig gaan en dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 29 juni. Ik ben een beetje buiten adem, want ik kom van beneden. Ik heb even de vuilniszak weggebracht. Ja, dat traplopen en ik, dat is geen goede combinatie. Want daar word ik gewoon super moe van. Ik ben in ieder geval klaargemaakt. Wat is de muis? Het is lekker aan de baai. Ik heb het raam een klein stukje open, ook in de slaapkamer. Zodat daar de warmte hopelijk wat weggaat. Gisteravond heb ik mijn nagels gedaan. Ik heb een beetje een licht kleurtje aangebracht. Dat is deze. Die had ik nog niet echt opgehad. Het is Xenovir Alter Ego. En die komt dus nog uit die Daisy & Mini collectie. Ik heb gisteravond gekeken naar Holland tegen België. Stukje Flikker Maastricht. Het was helaas eerder begonnen dan wat er in de app stond. Dus dat heb ik niet vanaf het begin gezien. Maar ja goed, geeft op zich niet. Het zijn allemaal herhalingen. Maar ik dacht, ja weet je, dan heb ik toch even iets te kijken. Ik heb eigenlijk de hele avond aan de foto's gewerkt. En zijn nog niet eens helemaal af. Dat redde ik niet meer, want ik wilde op een gegeven moment graag Gossip Girl gaan kijken. En daarna heb ik rechts gekeken. En ik zag nog een heel klein stukje. Dat was best wel heftig van een reportage. Ik weet dat ik het vroeger altijd keek. Toen kwam het naar Hart van Nederland op zondagavond. En dit ging toevallig over een vrouw die woog 250 kilo. Die kreeg een maagverkleining. Ze was 40. Maar ze had twee kinderen. En dat ene jochie die had ook een maagverkleining gehad. Want die begon ook een beetje uit te daaien. En haar dochter die was dus het tegenovergestelde, want die at dus echt bijna niks. Die was dus heel dun. Nou, maagverkleiding gehad, ze voelde zich eigenlijk heel erg goed en zo. En dat was allemaal heel fijn. En toen zag je ook beelden dat ze buiten in een zwembadje zat. Ze was inmiddels 50 kilo afgevallen. Je zag het nog niet echt worden, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Want ja, ze was echt best, ja, fors kan ik niet meer zeggen. Ze was gewoon echt gewoon heel dik. Dus die 50 keer dat ze afgevallen was, ik zag het er niet aan af. Maar dat kan misschien ook komen omdat ze gewoon even goed een heel groot t-shirt droeg. En daarna is ze eigenlijk heel erg bergafwaarts gegaan. Toen verloor ze haar gevoel in haar benen en in haar handen. En daardoor kon ze eigenlijk helemaal niks meer. Toen heeft ze een poosje in het ziekenhuis gelegen. En ze konden eigenlijk niet de oorzaak achterhalen waarom dat gevoel weg was. Toen is ze in een... ja, verzorgingshuis niet echt. Nou ja, in ieder geval een plek gebracht waar ze kon
een beetje kon herstellen. Alleen daar ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts met haar. Want ze weigerde te eten. Dus ze at gewoon helemaal niks meer. Ze was telkens heel trots als ze weer was afgevallen. Maar dan had haar zoon bijvoorbeeld een iets meegenomen. Ja, zullen we een stukje nemen? Volgens mij taart of zo. Nee, ik neem straks wel. Nou, ze nam dus uiteindelijk helemaal niks. En uiteindelijk was zij dus ook overleden. Omdat ze dus waarschijnlijk van obesitas naar anorexia was gegaan. Dat vond ik best wel heftig. Je zag ook later, zag je ook foto's dat ze in dat tehuis zat. Maar dan zag je ook echt zo'n heel ingevallen gezicht. Dat zag er heel apart uit. Ik heb een nieuwe foundation gebruikt. Of nieuw, ik heb deze foundation eigenlijk al jaren. Maar mijn kleur was er niet. En ik moet zeggen, ik heb altijd die van Essence de Stay All Day, geloof ik. Ik had de laatste tijd had ik de 01, maar die was er niet. Toen heb ik een tijdje geleden geloof ik 02 gehaald. Maar ik vind hem eigenlijk iets te donker. Je ziet het denk ik ook wel. Er komt iets binnen. Maar ja, oud is een melding van buienalarm. Nee, die had ik net toch al. Waarom gaat mijn horloge dan af? Dat wil ik wel even weten eigenlijk. Maar kan ik al niet meer zien denk ik. Maar ja, maakt ook niet uit. Ik ga nu zo meteen even boven een beginnetje maken met daar schoon te maken. Ik ga het in twee delen doen. Ik ga vandaag een deeltje doen en dan ga ik vrijdag de rest wel doen. Want ja, ik hoef niet te filmen, want die video die heb ik al voor aanstaande week. Dus dat is wel fijn. En voor de rest kan ik daar even mooi een beginnetje maken. Dan ga ik daarna even bullet journalen. Het is verder niet heel spectaculair of spannend. Ik ga jullie boven er ook niet bij zetten. Want vind ik zo'n gedoe. Ik moet al heel veel meeslepen. Maar dan zet ik hier met de bullet journalen er wel even bij. Zoals je kan horen ben ik een beetje mijn stem aan het verliezen. Ik denk dat het een beetje komt door de ventilator. Want ik heb nog steeds twee ventilatoren op mijn snuit staan te slapen. Maar ja, mijn slaapkamer die komt nog niet echt af. En ik vind het toch wel prettig. Maar daardoor ben ik wel een beetje mijn stem aan het verliezen. Ja, ik ga even stofzuigen. Dan ga ik gewoon even boven wat doen. En dan zet ik hier met bullet journaling er wel even bij. Dus verder niet heel spannend vandaag. Zo, boven is zo goed als klaar. Ik moet nog wel wat dingen afnemen. Maar ik was nu wel zat en dus boven eigenlijk niet te doen nu. Want het is veel te warm. Maar ik ben wel tevreden. Ik heb in ieder geval het grootste gedeelte is in ieder geval weer nat afgenomen. En dan kan ik vrijdag even stofzuigen, lekker dweilen en even mijn kar inrichten. En dan ben ik wel weer klaar. Dan is het wel weer even goed. Dus dat eigenlijk. Ik ga nu even bullet journalen. Ik heb het zo warm. Het is nu gewoon niet fijn dat het hier weer cool is. Het is boven gewoon echt even niet leuk. Dus dat ga ik maar eventjes doen. Daar zal ik jullie eventjes bij zetten. Zo, ik heb even opgeruimd. Ik zat net even bij de katten op de grond, want ze waren aan het eten. En muisje eten altijd best wel traag, maar dat is echt super schattig. Ik zie daar iets wat mij niet bevalt. Oh, het is een blaadje. Oké. Muis die keek me even aan, dan zat ze even zo met het tongetje over de mondje. En toen ging ze weer verder eten. Echt super schattig. Ik kan echt wel genieten hoe een muis zit te eten. Nikki is een beetje hap schrik weg. En jij moet ook traag gaan eten, Tijger. Tijgertje die had eerder ook heel veel, die eet nu ook wat rustiger. En nu likken ze de bakjes nog even uit, want dat vinden ze lekker, dat sap wat eraf komt. Ik heb dus weer een rug. En ik denk gewoon een beetje te veel inspanning gehad. Dus ja,
Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ga vanavond kijken weer Married at First Sight, The Second Chance. Ik neem eventjes Cash or Trash op. Dan kijk ik dat daarna even. Ik ga even verder met die foto's en dan kan ik mijn artikel schrijven. Maar daar ga ik ondertussen dan alvast een beetje mee verder, want het is best wel veel. Dus dat is eigenlijk de planning. En van later vanavond kost ik Kul en Rex. Dus verder geen spannende avond. Ik heb straks spinazie. En die geur die komt al dagen uit de koelkast. Spinazie heeft zijn eigen geurtje. Dus ik vind het wel fijn dat ik die nu straks ga eten. Dan is die geur tenminste eruit. Ik hoop ook dat die lekker smaakt. Maar goed, dat gaan we zien. Ik ga je in ieder geval morgen weer zien. Want ik heb ook een beetje pijn in mijn hoofd. Ik heb dat zodra mijn haar heel strak zit, krijg ik ook een beetje last van mijn hoofd. Maar goed, altijd met los haar vind ik ook niet echt handig. En vooral, als ik bezig ben, vind ik mijn haar vast toch wel fijner. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 30 juni. Ik hoor wat trillen. Het is niet mijn telefoon, dus ik weet niet wat het wel is. Ik ben klaargemaakt en vandaag staat de douche op de planning, de kattenbak en de gang. Hey Maas, zeg maar gedag. Even knuffelen met mijn vriend. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb Married at First Sight, The Second Chance gekeken. Ik moet zeggen, het is best wel leuk. Het is wel leuk om te zien of dat die mensen nu daadwerkelijk wel een match gaan vinden. Ik moet ook wel zeggen, het zijn ook echt totaal hele andere types als waar ze natuurlijk getrouwd mee zijn. Ja, dat is ook logisch, want anders was dat huwelijk niet mislukt. Ik heb weer een beetje last van tranen in de ogen. Ik voel de tranen langs mijn gezicht lopen. Ik blijf hooi koortsachtig. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, ik vraag me wel af waarom zou je zo op tv weer te kijken willen zetten. Ben je dan echt wanhopig dat je niemand kan vinden of zo? Maar goed, het is wel erg vermaak voor de mensen om daarna te kijken. Ik zou het persoonlijk nooit doen. Daarna heb ik even Cash or Trash gekeken. Ik ken deze aflevering nog niet. Ik weet niet welk seizoen het is. Of dit seizoen 1 is of seizoen 2. Seizoen 2 heb ik ook maar halfbakken gezien. Dus ik ga het uiteindelijk wel zien. Als er afleveringen komen die ik wel ken. Is het van seizoen 2? Seizoen 1 heb ik nog nooit gezien. Ja, muis, dat zijn tranen. En ik ben eigenlijk de hele avond voor de rest met mijn blogbericht bezig geweest. Want het was een hele grote. En er zat veel schrijfwerk in en er moesten nog wat foto's bewerkt worden. Waardoor ik eigenlijk de foto's voor mijn artikel voor vandaag nog niet af heb. Maar dat kan ik vanavond mooi doen, want je hebt vanavond niet heel veel op tv. Verdamme. Er loopt overal vocht uit. Mijn ogen, mijn neus. Het is echt niet normaal. Dus dat eigenlijk. En gewoon Gossip Girl gekeken en Rex. Ik vind het wel weer een beetje jammer. Ik heb nu aan het laatste seizoen voor Gossip Girl. En het kost mij straks weer heel veel tijd om een nieuwe serie te gaan vinden. Maar ja, series eindigen ook. Ik moet wel zeggen, dat vind ik echt een verschil tussen de Amerikaanse series en de Nederlandse series. In Nederland zijn de series toch vaak een afleveringetje of 10. God, dat tranen wordt steeds erger. Het lijkt wel of ik compleet zit te huilen, maar dat is niet zo. En in Amerika is het toch wel een aflevering of 22, is dat toch wel normaal. Ik heb nu al 3 series gehad die eigenlijk wel zoveel afleveringen had. Jane the Virgin. Daarna komt Glee en die Gossip Girl. Dus die seizoenen zijn gewoon veel groter. Dus dat is wel echt een groot verschil. Ik ga zo even een wasje aanzetten. Dan ga ik de kattenbak even doen. Dan zal ik jullie bij de douche erbij zetten. Voor de rest niet heel spannend vandaag. Het is gewoon basic, maar wel eventjes lekker. Dus laat ik wel eventjes een muziekje aan gaan zetten en eventjes wat gaan doen. Des te eerder ben ik ook weer klaar. Zo, ik heb de kattenbak schoongemaakt. Je kunt het ook horen, want er zit er gelijk eentje op. Maar ik had een pakketje binnen. Die wilde ik even aan jullie laten zien. Ik ga even kijken of dit met één hand kan. Ik zet jullie wel even neer, want ik zie nu al dat het niet gaat. Ik kwam een shirtje tegen en die vond ik zo leuk. En er staat op wat goed. Beetje Martien Meiland-achtig. Het is helemaal opgedrukt, maar ik vind hem echt super leuk. Ik heb hem in een S'je.
En hij komt van Rustdag. Dus superleuk shirtje. Ik heb er even op moeten wachten, want het pakketje dat was iets niet goed gegaan. Ik vind hem echt zo leuk. Ik zag hem en ik dacht, ja, die wil ik echt hebben. Ik zal hem even in de slaapkamer leggen. Die maar hij moet toch eerst even in de hand was. Maar echt super leuk. Dan ga ik nu maar even verder met schoonmaken, want ik sta met een zak scheren uit. Dus dit is het resultaat. Dus laten we dit maar eens eventjes gaan opzuigen. Zo, alles klaar. Ik was eigenlijk zo vroeg klaar dat ik net nog even foto's heb kunnen bewerken. Maar ik heb weer stekende hoofdpijn. Ik weet niet zo goed hoe doen. Ja, ik heb ook het idee. En één, ik drink te weinig. Dat weet ik. Ik drink niet voldoende. Dat is iets waar ik aan moet werken. En twee, denk ik dat ik me soms een beetje te druk maak. Waardoor er gewoon een druk op mijn hoofd komt. Dus hopelijk zakt het straks wat af. Maar het was op zich wel even lekker dat ik nog even aan die foto's kon werken. Want ik zat te denken, ja, ik kan de voorkant. Bij de voorkant kan ik er even helemaal schoonmaken. Of ik ga gewoon even rustig aan die foto's zitten. Dan heb ik toch voor dat gekozen. Ik denk dat het wel een goede keuze was. Omdat het eigenlijk gewoon, ja, ik kan niet zo goed stilzitten. Dus ik ben eigenlijk de hele dag door probeer ik wel bezig te zijn. Maar ja, soms moet je gewoon even rust nemen. Nu met die hoofdpijn denk ik dat het een goede keuze was. Ik ga straks lekker douchen. Dan ga ik koken. En vanavond kijk ik Beter Laat Dan Nooit en de quiz. Maar bij de rest eigenlijk is er daarna niks. Dus kan ik mooi even het artikel online zetten en verder met de foto's van morgen. Ik moet er trouwens nog een paar bewerken. Het is nog niet helemaal af. Want dan moet ik even de katten voeren. En vanavond heb ik gewoon weer Cosicum en Rex. Dus verder eigenlijk gewoon een hele basic avond zoals elke avond. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan dat rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Vond je deze video leuk, doe dan eventjes je duimpje omhoog. En mocht je geen video willen missen, kun je ook even het belletje aanzetten. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!